Nou, welkom allemaal. Ben ik achterin een beetje goed te verstaan? Ja. Ja, mooi zo. Als ik wat zachter ga praten en je kan het niet meer horen, gewoon even je hand opsteken en dan roepen dat ik harder moet praten. Hè? Heb je tenminste wat aan de les. Wie is hier wel eens eerder geweest? Oh, best wel veel eigenlijk. Goed zo. Mooi. Nou, zijn jullie wel eens in deze cel geweest? Ja. Ook nog? Oké, ja, dat komt niet iedereen. Dus ik denk, ik vraag het even. Mooi. Nou, dan heb je in ieder geval iets van het gebouw gezien. En dan weet je ook al iets van hoe het gebouw in elkaar zit. Maar ik ga toch nog even iets meer vertellen over het gebouw waar je nu bent. De Gevangenpoort. Museum De Gevangenpoort. En ja, als je goed naar dat woord kijkt, Gevangenpoort, dan zit daar natuurlijk het woord poort in. Het was een poort. Het was een toegangspoort vanaf 1370. Dus meer dan 640 jaar geleden was het alleen nog maar een toegangspoort. Wat voor toegangspoort? Het was een toegangspoort naar het kasteel van de Graaf van Holland. En daar zie je het kasteel van de Graaf van Holland. Jullie hebben net die paarden wel gezien, hè, die voorbij kwamen. Ja. Waar zijn die voor? Weet je waar? Die waren het oefenen voor Prinsjesdag, inderdaad. En Prinsjesdag, dan gebruiken ze één gebouw, wat er nog steeds staat, hier zo. En wat is dat? Ja? Het Binnenhof. Ja, dit noemen we het Binnenhof, maar dat gebouw in het midden? De Ridderzaal. De Ridderzaal, ja. Dat staat er dus al heel lang. Hè? Dit is zoals het ongeveer was in 1370. Nou, waar staat nou die Gevangenpoort? Die staat daar. We zullen een beetje inzoomen. Kijken of die doet. Ja, zo, een beetje ingezoomd. Dan zie je dat het echt een oude kasteelpoort is. Er loopt een gracht voor, er ligt een bruggetje voor. Dat is de oude toegangspoort naar dat kasteel. Het heette toen nog geen gevangenpoort, het heette de voorpoort. Het was de voorste poort waar je doorheen komt voordat je bij het kasteel komt. Nou, je ziet nog veel meer dan het woord gevangenpoort. Het is niet alleen het woord poort, het is ook een poort. Gevangen. Gevangenis. Vanaf 1420 gaat de Graaf van Holland in die poort zijn gevangenen opsluiten. Er zijn boven die poort zijn een paar cellen vrij en die gaat hij gebruiken. Dat wordt de gevangenis van het Hof van Holland. Nou, wat is nou het Hof van Holland? Het Hof van Holland is de hoogste rechtbank van Holland in die tijd. Er zijn in die tijd ook vooral de wat belangrijkere gevangenen die hier vastzitten. Even kijken of dit nog. Ik heb ze nu al een paar filmpjes namelijk. En dan zie je daar het poortgebouwtje, maar dan van opzij gezien. Zoals het er oorspronkelijk uitzag. En dan zie je, ik zal het vingertje even weghalen, dat er een cellenblok bijgebouwd wordt. Ongeveer 1530. Want ja, twee celletjes daarboven, dat is niet zo heel veel. Hè? Ze hebben meer ruimte nodig. En dan komt dat cellenblok erbij. En enig idee waar jullie nu zitten. In het zijn blok? Ja, en wel hier. Dus dit zijn die twee ramen die je daar ziet. En dat andere raam dat zit daar in dat gangetje waar jullie net doorheen gekomen zijn. Dus je zit hier al vrij hoog. En je onder zit de cellen en je boven zit een hele grote cel. Dus echt een gevangenis aan het worden. Nou, hoe zit een gevangenis in elkaar? Vooral degenen die hier wel eens vaker geweest zijn, die hebben natuurlijk al een beetje goed opgelet. Maar wat zien we in deze cel? Wat zien we in deze cel wat echt voor een oude gevangenis is? Wat hoort er echt bij een oude gevangenis? Jij Echt zulke metalen balken aan de zijkant. Ja, die metalen balken. En ook dit is geen steen, dus hout. En jij, wat zie jij nog? Nou, dat ijzer geroest is. Ja, dan kun je zien dat het al behoorlijk oud is natuurlijk. Het ijzer is al geroest. Ja. Dit is al gauw 500 jaar oud. En jij? De ramen, wat is er met de ramen? Ja, hij zit in glas en lood. Ja? En er zitten tralies voor. Natuurlijk, een gevangeniscel, daar horen tralies bij. Ja, dat zijn zelfs dubbele tralies. Dat zijn die dikke ijzeren tralies. U ziet er nog meer iets wat in een oude cel hoort. Ah, welkom, nog twee erbij. Wat hoort er nog echt in een oude gevangenis? Ja? Een wc. Een wc, ja. Dit is de wc, de oude poepdoos. Daar moet je op gaan zitten. Dat
ontsnapt lekker naar beneden, naar het riool wat hier onderdoor loopt. Ja. Met hoeveel zat zijn er hier of zo? Nou, je hebt daar net zo'n klein celletje gehad waar je langsgelopen bent. Daar konden zo'n 10 tot 15 man in. In een grote cel als dit, nou gaan we tellen hoeveel mensen erin passen. Makkelijk. En die moeten dus allemaal samen doen met dat ene wc'tje. Waarom zit er een wc'tje in die cel? Je wilt niet dat die mensen eerst nog naar buiten moeten als ze naar de wc moeten. Je wilt ze zo lekker mogelijk in die cel vasthouden. Nou, wat hebben we al gezien? Tralies hebben we genoemd, hè, voor de ramen. Die dikke muren, als je goed door die ramen kijkt. Muren, die zijn zo dik. Daar kom je niet makkelijk doorheen. Zeker niet met al dat hout en die ijzeren banden erop. Dit zijn eigenlijk hele grote spijkers. Die gaan dwars door die muur heen. Nou, houten planken in het ijzer. Deze. Als je hier goed hebt opgelet als je net binnenkwam, dan zitten daar van die hele dikke grendels op. Als iemand nou die deur dicht trekt en die grendel erop doet, dan hebben wij een probleem. Dan moeten we ontsnappen. Daar zouden we het over gaan hebben. In de wc. Nou, waarom sluiten we mensen op in zo'n cel als dit? Ja. Om ze, bijvoorbeeld als ze voor de rechtbank komen, ze tijdelijk hier te laten wachten. Ja, want als je dat niet doet, wat gebeurt er wel? Dan als ze bijvoorbeeld schuldig zijn aan moord, dan gaan ze zeker nog een paar moorden krijgen. Kan, ja. Dat risico loop je. Jij moet ook wel je jasje strak ook die vinger op. Om een mooie straf te geven als men eens een keer doet. Je sluit tegenwoordig mensen op om ze te straffen. Ja, dat deden ze vroeger niet trouwens. Dat vind ik zo even kort iets meer over. Nog iemand die iets weet? Ja? Ik nog dat ze niet vluchten. Ja, je wil natuurlijk niet dat ze er vandoor gaan. Zeker niet als ze schuldig zijn, hè, zoals je voorbuurman al zei. Want dan blijven ze liever niet wachten tot ze eindelijk gestraft worden. Dan gaan ze er vandoor. Dus daarom sluiten we de mensen op. Nou, om te zorgen dat ze niet weglopen. Om te zorgen dat ze natuurlijk inderdaad niet ondertussen nog meer misdaden plegen. En tegenwoordig om ze te straffen, maar niet vroeger. Vroeger kreeg je geen gevangenisstraf. Straffen werden buiten uitgevoerd, voor de deur. Je moest denken aan stokslagen of zweepslagen, of er werd iemand op het hoofd opgehangen. Dat soort dingen. Ja, dan begrijp je dat je daar liever niet op blijft wachten, hè? Dan ga je gauw vandoor als je kan. Ja. Logisch. Nou, hebben we deze vraag eigenlijk bijna al meteen beantwoord. Waarom zou je eigenlijk willen ontsnappen? Ja. Omdat je niet in de cel wil zitten. Ja. Herhalen? Omdat je liever niet in die cel wil blijven zitten. Tuurlijk. En jij erachteraan? Omdat je liever in één stuk blijft. Ja, je hebt liever niet dat je hoofd eraf gehakt wordt. Ja, tuurlijk. Nog iemand? Stel nou dat deze cel veel kleiner is. Hè? Stel dat het echt zo'n heel klein celletje is zoals u daar ziet. Ja? Je wordt, als je claustrofobisch bent. Ja, dat hebben veel mensen. Ik heb hier al heel lang rondleidingen gegeven. En dan heb je een groep van misschien 20 mensen. En sommige mensen durven niet naar binnen. Die zijn claustrofobisch. Wat is claustrofobisch? Dan ben je bang voor kleine ruimtes. Dat is niet zo lastig. Sommige mensen kunnen daar niet tegen als ze in een kleine ruimte zitten. Sommige mensen worden al zenuwachtig als ze in een lift moeten stappen. Een lift is echt een kleine ruimte natuurlijk. Ik heb er gelukkig zelf geen last van, anders zou ik hier een probleem hebben. Maar dat gebeurt. Er zijn best wel mensen die dat zitten. Dus, je gaat er vandoor omdat je geen straf wil krijgen. Of je gaat er vandoor omdat je niet tegen kleine ruimtes kunt, omdat je claustrofobisch bent. Nou, het belangrijkste vandaag. Hoe kunnen we ontsnappen? Oh, jij hebt al een idee. Ja. Ik zie wel een heleboel ideeën. Hou even die ideeën vast. Want jullie verwachten nou natuurlijk een heleboel filmpjes en plaatjes. Maar dit gebouw is al heel oud. En de meeste mensen die hier ontsnapten, die ontsnapten in een tijd dat er geen filmpjes gemaakt werden en geen foto's gemaakt werden. Dus we hebben wat experts gevonden, en jullie kennen ze allemaal. De pinguïns van Madagaskar. Altijd lief en vrolijk en beleefd staan ze te glimlachen en te zwaaien naar alle mensen in de dierentuin. Maar ondertussen, 's nachts, als er even niemand op let, dan zijn ze altijd bezig met proberen te ontsnappen.
Dit is een weggever, hè? College heet vandaag, kun je ontsnappen met aan- of kaartenknopje lakens. Wat voor manieren zouden er nog meer zijn? Ja. Het vel dat je daarmee de tralies kapot maakt. Ja, tralies doorzaaien. Ja, als je maar even... Zou kunnen. Goeie, hè? Als mensen je komen bevrijden. Als iemand wil helpen, natuurlijk, ja. En jij had ook nog een idee? Als je in de tegenwoordig gaat, is ook sportzaal. En als je dan als je dan bij in Amerika bijvoorbeeld is opgesloten en je weet dat met bepaalde hulpmiddelen een beetje over hek klimmen, zodat het gezien te worden. Bijvoorbeeld over het hekklimmen. Ja, dat sporten wat die mensen tegenwoordig in de gevangenis doen, dat gebeurt vaak buiten op zo'n sportplaats. En dan heb je al wat minder van die tralies en misschien alleen een hoge muur. En ja, dan moet je iets verzinnen om over zo'n muur heen te komen. Wat ja. Van kranten had ik gezien op de tv. Het was National Geographic. Ik ging langs met een krant ging je touwladder en haak maken. Van kranten? Nou, oh, dat vind ik wel heel dapper. Is het gelukt? Ja. Ook nog? Oké. Okay. Oh. Nou, zal ik je verklappen, die staat niet eens op mijn lijstje. Ja. En jij? Wacht, omkopen. Ja, de bewaker omkopen. Natuurlijk, als je die genoeg geld geeft, dan wil die misschien de deur al voor je openzetten. Verder nog iemand? Zullen we kijken welke ik op mijn lijstje heb staan? Lakers zijn duidelijk. Tunnelgraaf. Kan dat hier in deze cel? Nee, hè? Want hieronder zit ook weer een cel. Dus dat gaat niet lukken. Lukt alleen maar als je op de begane grond zit. Nou, we hadden net iemand die zei, zorg dat je door die tralies heen komt. Ja, dat is logisch. De bewaker omkopen, de cipier omkopen. Dat werd ook gezegd. Kennen jullie deze? Oh ja. Dat was van gehoord? Oh ja. Oeh. Ja? Van de grote geld. Ja, gaan we straks nog over hebben. Heel klein gaatje eigenlijk. Maar er zijn manieren. Gaan we het ook nog over hebben. Hey, wat vinden jullie van deze? Nee. Ja. Klinkt een beetje vreemd. Maar we gaan ze één voor één. Wacht even, zei je dan? Ik wacht even. Ja, die vind je zo apart, je wil hem opschrijven, zeker. Oké. Okay. Jullie krijgen, dat is misschien wel goed, je krijgt aan het eind krijg je de uitdraaiing van de PowerPoint mee. Dus dan kan je alles nog nalezen. Dus hoef je niet helemaal een arbeid te schrijven. Misschien dat er niet alle jaartallen nou, op staan die ik kan doen straks, maar... Ik heb ze wel, nou, weet je, in principe staat alles erop en nogmaals, ze worden opgenomen. Dus je kan ook nog een keer nakijken of ik in de PowerPoint komt ook op iets. Oh ja, oké. De eerste, aan elkaar geknoopte lakens. Wie denkt dat je kan ontsnappen met aan elkaar geknoopte lakens? Die jongeman daar en dat meisje daar. Oké, jullie twee, kom eens naar voren. Pas op dat je niet schuifelt daar trouwens. Oké, ik heb even niet al mijn lakens meegenomen van thuis. Maar ik heb iets kleiners. Laat maar zien, knoop ze maar aan elkaar. Op zo'n manier dat het stevig genoeg is, hè? Want we zitten hier bijna twee verdiepingen hoog. En ik wil niet naar beneden vallen natuurlijk. Misschien eens voor de andere keer kijken. Je moet een klein stukje deze kant op. Ik sta erg tegen die kant. Misschien ziet iedereen het dan. En is dat nou steeds? Durf ik daar aan te hangen? Hou hem goed vast. Goed vasthouden. Nou, dat begint aardig te lukken. Dat kan misschien mijn gewicht wel halen. Dus jullie hadden denk ik wel gelijk. Dankjewel. Ja, het gebeurt serieus wel eens dat mensen dat met elkaar geknoopte lakens. Je ziet het hier ook op dat plaatje. Toevallig heb ik daar niks van de pinguïns voor kunnen vinden. Maar dit is duidelijk een hoge muur met zo'n beetje prikkeldraad eroverheen. En misschien ook wel zo'n sportveldje erachter. En daar is iemand vandoor gegaan. Dat is een jaar of 10 geleden in Amsterdam nog eens gebeurd. De tunnelgraven waar ik het net over had.
Nou, wat hebben de pinguïns gelukkig wel een keertje gedaan? Ik hoop dat het filmpje doet, want ik heb al problemen met de filmpjes gedaan. Oh ja. Het kan, maar zie je wat, wat gebruiken ze nou om die tunnel te graven? Een lepel. Zo'n lepel. Nou, gaan we graven. Ik bedoel, dat gaat lang duren, hè, met zo'n lepel. Ja. Maar toch. Kan het zijn dat het geluid is vrij zachtjes dat jullie achteraan niet gehoord hebben, maar in de gevangenis van Breda is een vrouw dus ontsnapt door een tunnel te graven met een lepel. Een tunnel van 1,5 meter lang. Ik zal even laten zien hoe lang het ongeveer is. Dat is vanaf de muur tot hier ongeveer, denk ik. En die moet dus ook groot genoeg zijn dat ze er zelf omheen kan. Dus die is een behoorlijke tijd aan het scheppen geweest. Dus het kan. Ja, doe maar harder, Rika. Zeg maar. Valt het dan niet op dat je dan aan het graven bent als... Dat had natuurlijk moeten opvallen, ja. Natuurlijk had iemand in de gevangenis dat moeten zien. Of had buiten moeten merken dat daar opeens allemaal tegels van de straat in elkaar zakken en dat daar iemand naast de gevangenis naar boven klimt. Dat hoort iemand dat wel te zien, maar dat is niet opgevallen. Bij de wacht hoort dat je... Of als je dan bijvoorbeeld het eten komt... brengen, dat ze dan opeens een tunnel zien. Dat verwerf je waarschijnlijk nooit als er zo'n tunnel ligt. Wel als je het onder je bed doet. Misschien dat er precies iets over dat tunnelgat heen gezet is, of een kleedje eroverheen gelegd, of nou ja, verzin maar wat. Ze is ook wel een aantal dagen bezig geweest hoor, met graven. Ja. Ik heb gisteren een film gezien dat iemand 20 jaar met zo'n klein hamertje 20 jaar. Door de stenen muur aan het graven was. Een weg naar het riool, dan naar buiten, en zo was het ontsnapt. 20 jaar, ja, het kan dus wel, maar... Dan moet je wel geduld hebben. En hij had een plaatje voor de tunnel gezet, een foto. Ja, zodat niemand dat kon zien. Ik heb die film ook gezien. Ja. Goeie film. Hadden we deze nog, tralies doorzagen. Ja, wie denkt dat dat kan? Net als iemand die zei, ik denk dat dat kan. Oké, ik heb hier, ja. En als jij en die jongen met het blauwe jasje achter je, ook maar even. Nee, dat zijn... Dikke tralies, hè? Ja. Dikke ijzeren massieve tralies. Dit is een klein buisje wat een beetje hol is. Als een van jullie twee hem vasthoudt, handen een beetje flink aan elkaar. En kom maar aan deze kant staan. Je kan de rest zien wat je... Of zal ik hem vasthouden en dan jij zagen? Probeer eens een klein stukje te komen. Je hoeft hem niet aan de hoorde zagen. Ik ga hem wel doen met deze. Gaat even duren, hè? Dat maakt uur toch voor dit verhaal? Oh, je hebt nog tijd genoeg hoor. We zijn nog net begonnen, dus... Het komt er wel een beetje toch? Ja, dit is vrij zacht. Je hebt nog geen vrij wel. Zacht materiaal. Nou, er is een heel klein sneetje in nu. Maar als het nou s'nachts heel stil is hier... Dan hoor je dat toch? We moeten die andere gevangenen wel hun mond dicht houden. Ja, en wel elkaar. Ik weet wel wat kan, wat gewoon de directie vaak van de stad is, zijn dikke muren dat ze daar niet doorheen gaan graven. Dus dan hoor je het ook niet. Het kan best zijn dat de cipier die ergens anders in het gebouw woont, dit dus ook helemaal niet hoort. En als die andere gevangenen hun mond dicht houden, of ze helpen misschien, maar hier krijg je echt lamme armen van na een tijdje. Die gaat moe worden. Ja, dat kan het misschien lukken. Maar ja, als er morgens die cipier komt, er zit een gat in mijn trouwens. Dat vind ik wel. Nou, ik vind dat jullie een dappere poging gedaan hebben, stop maar. Ja, er zit wel. Er is een klein sneetje in te zien. Maar ze zouden nog wel een paar uurtjes bezig zijn geweest. En dit is dus een dun stokje. Het zou uiteindelijk wel kunnen lukken. Het zou kunnen lukken. Ga maar zitten, dankjewel. En het is ook wel eens gelukt, ook hier wel eens. Oh. Oh, ik zie nog even een vinger, ja. Maar stel dat je dan door de tralies heen bent gegaan en je zit op de... Zie ik nog wel twee ogen hier, hè? Ja.
stel dat je door die tralies heen komt, dan moet je nog wel een keer naar beneden. Ja, dan zul je bijvoorbeeld die aan elkaar wel te lakens erbij moeten gebruiken. Of iemand zei net al een keer, iemand moet je helpen bijvoorbeeld. Als iemand nou zo aardig is om buiten even een labbertje neer te zetten. Ja. Ik ga wel lakens een parachute maken. Ja, maar dan moet je weer hoger zitten. Want anders werkt zo'n parachute niet. Heb je meer, maar dat, ja, ik zou het niet vertrouwen. Ik maak dan liever een labbertje. Ja. In 1722 zat hier een dame gevangen met de prachtige naam de Marquisin van Lévis de Château-Mouran. Franse edelvrouw. En waarom zat ze hier nou gevangen? Nou, ze wilde een aantal schulden niet betalen. Nou was het een edelvrouw, die sluit je niet in een ruimte als dit op. Hè? Dus op je een mooie kamer die je daarvoor kunt gebruiken. Nou, dit gebouwtje kennen jullie, hè? Ja, dat zijn we. Hier ben je, ja, precies. En je bent daarachter ergens. En waar hebben ze nou die marquisin van Lévis, de Château-Mouran, opgesloten? Hierboven. Dit is de raadkamer. Dat is de vergaderzaal van de rechters, normaal gesproken. Een prachtige zaal. En er zitten ook tralies voor de ramen. En s'nachts waren die luiken dicht. Er zat een ijzeren staaf voor en er zat een hangslot op. Nou, dan kom je niet zo makkelijk uit, dacht die cipier. Echt wel. Iemand, en we weten niet wie, iemand heeft daar s'nachts een ladder tegen haar gezet. Heeft dat hangslot doorgezaagd. Luiken open gedaan. De tralies doorgezaagd. Het glas ingeslagen. En die spier die kan 's morgens kijken hoe het ging. En die marquisin was weg. Ja. Maar dat hoor je toch? Nou, dat lopen altijd mensen daar voorbij op straat. En je zou denken, als daar iemand op een ladder tralies staat door te zagen, dat valt toch op. Maar niemand heeft het gemerkt. En ze hebben geen flauw idee waar ze gebleven is. Ja. Is ze dan niet uiteindelijk gevonden? Nou ja, ze hebben natuurlijk wel gezocht. Maar ja, waar moet je zoeken? We denken dat ze naar Frankrijk gevlucht is. Ik moet ook niet dat ze verloofd was met iemand hier. Dat zou kunnen, maar dat heb ik niet terug kunnen vinden. Maar dat is haar verloofde dacht van ik wil mijn vriendinnetje. Ja, dat zou kunnen. We weten niet wie die ladder heeft neergezet en wie die tralies heeft doorgezaagd. Ja, of ja. Maar lopen dus echt zoveel mensen rond 's nachts wanneer er dan ontsnapping bezig is? Ja, ik zou bijna zeggen, kom maar eens kijken op zaterdagavond, maar waarschijnlijk moet je op tijd naar bed, normaal gesproken. Ja, er loopt bijna altijd wel iemand rond. Bovendien, in die tijd, liep de weg hier ook nog niet langs. Al het verkeer moest nog steeds door dat poortje heen, want het was nog steeds een toegangspoort van dat kasteel. Die poort werd ook nog eens bewaakt. Maar ja, niet zo heel goed dan, denk ik, die avond. Nog één vraag. Dat er dan niet... Dat fotootje, dat zag je toch dat er water was? Ja, dat was een goede vraag. Ja, op dat oude plaatje zag hij dat er hier water voor langs liep. Dat klopt, maar dat was in die tijd al weg. Dat water liep namelijk inmiddels hier onderdoor. Want ja, je moet kwijt wat er hier in het wc-ding gedaan wordt. Dus dat ging daarin. Nou oké, nog één vraag. Ik moet geven. Was het niet mogelijk? Dat ze net de avond daarvoor hadden de cipiers dan niet gewoon stiekem feestjes hebben gehaald en iets te veel hebben gedronken. Ja, dat was mogelijk. Ik zal even klappen dat het ook wel is gebeurd. Nee. Dus dat is mogelijk, maar dat gaat die cipier natuurlijk liever niet vertellen. Nee. Want het is al vervelend dat hij dit moest uitleggen aan zijn baas. En als hij dan dus vertelt dat hij dronken is, dat is niet goed voor zijn baas. Nu we het toch over die cipier hebben. De cipier omkopen. Of iemand van zijn personeel omkopen. Zo'n cipier van de gevangen poort woonde in dit gebouw. En die had ook een aantal bedienden. Die zorgden dan dat het eten rondgebracht werd voor de gevangenen enzovoort. Nou, iemand zei al heel goed van je kunt iemand omkopen hier. En dat is ook wel eens gebeurd. Je ziet hier een plaatje van iemand die in 1675 hier opgesloten werd. Abraham de Liquefort. Alweer zo'n Frans klinkende naam. Vonden ze chique. Abraham de Liquefort werd gearresteerd wegens spionage. Voor de vijand. Nederland was in oorlog in die tijd. Met vier landen tegelijkertijd. En dan hadden we onze handen vol aan. En Abraham de Liquefort werd gearresteerd omdat hij geheimen zou hebben
doorgegeven aan de Franse koning. Waar we dus mee in oorlog waren. Daar stond de doodstraf op in die tijd, in oorlogstijd. Maar hij kreeg de doodstraf niet. Het was ook al een beetje een oude man, dat vonden ze ook weer vervelend. En ze hebben hem opgesloten. Ze hebben speciaal voor hem een cel getimmerd. Ze hebben hem een levenslange gevangenisstraf gegeven. En ik heb net al aan het begin gezegd, eigenlijk werd je normaal niet gestraft door je in de gevangenis op te sluiten. Dus dit was een hele bijzondere kerel. Er werd speciaal voor hem hier op zolder een celletje getimmerd. En dan moest hij levenslang blijven zitten. Dan moest hij bezoek ontvangen, boeken schrijven, boeken lezen, noem maar op. En op een dag besluit hij dat hij toch eigenlijk wel weg wil. En hij belooft een dienstmeisje van de cipier, Jannetje van Egerien, heet dat het arme meisje. Besluit hij om te komen. Hij belooft daar een heleboel geld, hij geeft er alvast een klein beetje. Als zij al de deuren maar openzetten, dat zijn flink wat deuren, van boven helemaal naar beneden toe. En ze doet dat. Nou, wat doet Abraham de week voor, denk je? Nee, die geeft er geen geld. Nee, die gaat er vandoor. En Jannetje staat daar en je denkt, ja, nou heb ik een probleem. Want zij heeft al die deuren opengemaakt. Als de cipier terugkomt van de markt, want die was net weg, dan heeft ze heel wat uit te leggen. Waarom staan al die deuren open? Waarom is mijn belangrijke gevangene weg? Dus Jannetje gaat er ook vandoor. En je kon dus iemand omkopen, maar... Ja. Dat is niet zo. Voor hem wel, maar voor degene die hier werkt en die omgekocht werd, ja, die moest wel zorgen dat hij eerst dat geld kreeg. Ja. Want anders gaat die gevangene ervoor. Ja, hij is veilig naar Duitsland gevlucht en hij heeft wel nooit meer teruggezien. Die Jannetje moest er ook vandoor. Die is later gepakt trouwens. Nu 6 jaar naar de gevangenis. Hard werken. Schot slapen. Je kon beter niet helpen ontsnappen. Wat hebben we verder nog? Oh ja, die boekenkist waar we het net over hadden. Hè? Wie riep er net Hugo de Gelder over? Ja, daar had je al van gehoord, of niet? Ja. Heb je daar, waar heb je daarover gehoord? Klokhuis. Klokhuis, ja. Klokhuis heeft ooit een keer inderdaad een uitzending gemaakt over Hugo de Gelder. Hugo de Gelder, hebben we daar een plaatje van? Of niet? Laat ik eens even die boekenkist zien. Ze zitten in het donker. Voor de heen en weer gevoerd. Oh ja, maar ook boven. Kan dus, hè, je ziet het. Het kan ook serieus. Hugo de Gelder, we hebben het er al over gehad. Wat was Hugo de Gelder? Heb je daar ook al wat van onthouden? Ja. Een soort... Ja. Nou, hoe beschrijf je het? Het was een soort wetenschapper. Ja, wat voor soort wetenschapper? Weet je dat nog? Dat was een mailtje van iemand die belangrijk was voor Nederland. En iemand anders die ook belangrijk voor Nederland. En die ging toen vechten. En toen won die andere juist. En toen ging Hugo de Groot in de gevangenis. Het is een hele goede samenvatting. Hugo de Groot was een hulpje, zoals jij zegt, een aanhanger van Johan van Oldenbarneveld. Dat was een hele belangrijke man, dat was een soort van minister-president. Die had ruzie met prins Maurits. En Hugo de Gelder hielp inderdaad Johan van Oldenbarneveld. Schreef ook allerlei dingen die prins Maurits helemaal niet leuk vond. En Johan van Oldenbarneveld werd onthoofd. Hugo kwam er iets beter vanaf. Die kreeg voor die tijd een volkomen nieuwe straf, levenslange gevangenisstraf. Nou, ik heb al verteld, daar deden ze normaal gesproken niet aan. Daar hadden ze met die Abraham de Wik voor ook een probleem mee. Dus ja, hoe doen we dat met Hugo de Groot? Hebben ze niet eens een cel voor getimmerd, dat hebben ze anders gedaan. Wie weet wat ze daarvoor verzonnen hebben. Wie twijfelt? Nee, dan zal ik het laten zien. Dit is even een plaatje van Hugo de Groot. Je ziet hoe netjes die eruit ziet, hè, voor die tijd. Zo, dit is kasteel Loevestein. En Hugo de Gelder kreeg ergens een zolderkamer, heet dat wel, een zolderkamer, als cel. Daar moest hij gaan wonen. Slot Loevestein trouwens staat niet ergens mooi midden in een stad zoals hier in Den Haag. Dat staat echt helemaal achteraf in een polder, kun je heel moeilijk komen. Er ligt een gracht omheen.
En hij zat daar op zich best goed. Hij kreeg goed eten, werd goed verzorgd. Zijn vrouw moest erbij in komen wonen. Hij mocht zelfs nog een bediende in huis nemen. Hij mocht er niet uit. Nee, hij mocht wel boeken. Hij mocht boeken lezen. Man, las boeken. Hij schreef ook boeken. Dus er werden iedere keer weer een grote kisten vol met boeken bezorgd. En dan namen ze weer een kist met boeken die hij gelezen had, namen ze mee. Er werd natuurlijk wel iedere keer even in gekeken. Hè? En dat ging iedere keer goed. En na een jaar of twee, dan hebben ze al zo vaak die boekenkisten heen en weer gesleept. Dan controleren ze dat. En dan zegt de vrouw van Hugo de Groot, als jij nou in die boekenkist verstopt, die afgehaald wordt van de week. Het is een beetje onduidelijk, het plaatje, maar hier zie je dus Hugo's vrouw staan. Hier klikt hij in die boekenkist, een hele grote kist, past hij hier net in. Dus je gaatje erin maken, kun je ook adem blijven halen. En hij werd dus met boekenkisten al netjes de paal uitgesjald en meegenomen. Toen hij helemaal op veilige afstand was, is hij eruit geklommen, is naar vrienden gegaan, die hebben hem geholpen om naar Frankrijk te vluchten en weg was hij. Jij wil wat vragen? Is het een beetje zwaarder dan boeken? Ja, nou zijn boeken behoorlijk zwaar, weet ik toevallig, pas verhuisd. Maar zo'n hele grote kist kun je ook flink wat boeken in stoppen, dus dan moest je wel met een paar man sjouwen. Maar dan nog hadden ze eigenlijk wel moeten merken dat er iets mis was natuurlijk. Ja. Waarom gaat iedereen eigenlijk naar Frankrijk? Ja! Nou, daar hadden wij regelmatig ruzie mee. We waren heel vaak in oorlog met Frankrijk, dus als jij... Was ik met Spanje? Ja, dat was daarvoor. Oh, en in Frankrijk zat je altijd wel... Hugo de Groot was bovendien al eens vaker in Frankrijk geweest. En dat was een soort van persoonlijke vriend van de Franse koning. Dus die dachten van, kom maar. We hadden eigenlijk ruzie met iedereen in die tijd. Ja. Komt zijn vrouw hem niet achterna? Nou, zijn vrouw zat daar niet voor straf. Dus toen hij eenmaal weg was, mocht zijn vrouw weg. En dan begrijp je, die ging natuurlijk ook naar Frankrijk. Ja. Want ja, ze hadden hem wel graag weer teruggehaald, maar zij zat daar niet voor straf. Zij had nooit iets gedaan waar Prins Maurits boos over werd. Dus zij mocht weg uiteindelijk. Had weinig zin meer om haar in die cel te laten zitten. Goeie vraag. Zal ik even een aantekening hier maken? Want je zou denken, dit is zo'n beroemde ontvluchting geweest, dat iedereen dat wel door had. Hè? Maar wat gebeurt er nou? Daarom pak ik mijn aantekeningenblaadje, want er staat een jaartal op. In 1667, dus 1667 is wat? 46 jaar daarna, zat hier, nou, hier boven eigenlijk, recht boven ons, iemand gevangen in de gijzelkamer. En die werd goed behandeld, die mocht boeken bestellen en lezen. En die werd hier met een grote kist gebracht. Je voelt het al aankomen, hè? Ja, hij had smak via de kist. En op een goede dag kruipt hij in die kist, laat hij die boeken achter en hij wordt door twee klagende bewakers, want die kist is zo zwaar, wordt hij netjes de trap afgedragen, dat wordt op een paardenwagen geladen en weg. En jawel, hij is gevlucht. Stomme fout van die Julius. Ja. In Frankrijk? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet van je heen gegaan. Dus dat weten we van hem niet. Kijk, van Hugo de Groot weten we dat, omdat hij veel brieven schreef. Maar het zou me niet verbazen als hij in Frankrijk gebeurt. Welk jaar alweer? 1667. En die meneer heette Johan Kuiper. Als je het per se wel weet. Je zou dus verwachten dat... Dat hadden ze moeten weten, hè? Maar soms, als je je geschiedenis niet leert, kap je er alles op dingen. Waarom zit de boek eigenlijk in een kist? Het is makkelijker sjouwen. Kartonnen dozen hadden ze nog niet in die tijd. Dus als je één stapeltje van vijf boeken hebt, dan kun je dat zo meenemen. Maar als je er meer hebt, dan gooi je dat in een kist. Johan Kuiper. We hebben er nog meer. Kuipers. Dat is nog familie. Ja. Als je door het riool ging, dan kwam je toch uit in het grote meer, hè? Het Hofvijver? Ja. Ja, dat grachtje wat jullie zagen op dat eerste plaatje, dat stroomt die kant op richting Hofvijver. En dat werd dus onder dit gebouw gelegd, zodat alles lekker erin plons. En dat gaat dan richting Hofvijver. Dat moet behoorlijk smerig water geweest zijn. Ja. Wat denk je, zou je daar doorheen kunnen?
een beetje klein gaatje. Ja. Misschien halen we de bovenste plank eruit in plaats van allemaal de dop. Kijk, misschien kun je de bovenste plank eraf halen. Daar gaan we het even over hebben zo dadelijk. Allereerst, je zit ergens in zo'n riool, hartstikke donker, je hebt geen flauw idee waar je heen moet. Maar hebben zij geen... Oh ja. Oh ja, die met die radio. Zo'n apparaatje. Maar dat hadden ze vroeger hier niet. Het is inderdaad wel eens gelukt. Ik ga het niet echt doen, want dan krijg ik een heleboel ruzie met een aantal mensen. Hoe noemen we dit? Koevoet. Een koevoet, inderdaad. Sommige mensen noemen het ook een breekijzer, maar een koevoet. Dat heet zo vanwege dit dingetje, dat lijkt een beetje een koeienpoot. Nee, niet echt. Je zit er tussen. En dan wriek je het open. En dan is dat gat wat groot. Ja, dan zou het wel lukken. Dan zou je er doorheen kunnen plonzen. Dan maak je een flink plons naar beneden. Ja. Dat staat de cipiers wel. En waar lig je dan in? Dan lig je in het riool. Lekker fris water. Wat weer? Waarin kom je dan aan zo'n prik uit? Ja, dat is een ander verhaal. Dat is wat lastiger inderdaad. Dat moet wel iemand voor je meenemen. Hoe kom je aan zo'n breekijzer? Als het goed is, heb je dat niet bij je als je hier zit. Nou, oorspronkelijk zaten hier ook niet van die zware ijzeren klemmen overheen. Daar zijn ze pas mee begonnen toen iemand dit er gewoon zelf losgevrikt had. En inderdaad, we weten niet precies meer wanneer dat is. Het is een oude legende over dit gebouw. Dat dus, een legende is een verhaal waarvan we niet meer kunnen aanwijzen wanneer het precies gebeurd is. Die is naar beneden geponst, is door het riool die kant opgekropen en daar is de straat aan het opbreken. Nou, dat is makkelijk. Wacht, het riool over, is die eruit geponst bij weggerend. Dus het kon. Je kon hier ontsnappen uit het riool. Maar, dat ging maar één keer goed. Want vervolgens hebben ze dit opgezet. Nou, dan heb je een koevoet voor nodig. Die heb je als het goed is niet bij je in de show. En, een aantal jaren geleden heb ik het hier verbouwd en wat dingetjes veranderd. Ja, dat is een snelle vraag. Zouden toch ook tralies, maar dat het water en de urine en alle uitwerpselen. Precies, toen wij aan het verbouwen waren, hebben we beneden in een van de kelders, en het is een beetje lastig te zien, toen de vloer daar open lag, hebben we van die ijzeren punten gevonden die uit de grond staken. En wij dachten, waar is dat in de verleden nou voor? Waarom zou je ijzeren punten uit de grond laten steken? En toen zijn ze net iets verder gegaan. Ik zal even iets vertellen. Hier, in dat cirkeltje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 die ijzeren punten. Ze zijn wat verder gegaan. Toen kwamen ze erachter dat het de bovenkant was van een ijzeren hek. Wat ze in het riool hadden neergezet. Dus kon je wel lekker naar beneden gronden, maar je kwam er nooit meer uit. Dus je kon hier maar één keer op die manier ontsnappen. Daarna hadden de cipiers dan ook wat geleerd. Dus je slaat je ook bij. Zo. Ja, ik kom even neer. Ja. Nou, dat ontsnappen bedoel je. Dat is de grap, dat weten we niet meer. Het is een legende waarbij dus gezegd wordt dat er iemand op die manier ontsnapt is. Ik heb er geen naam bij. Soms staat hier heel veel mensen hoor. Geloven jullie dit? Nee! Helemaal roepen er nee, maar daar knikt iemand ja. Hoe komt dat? Ik heb gehoord van dat je zulke vleugels ooit wou gebouwen waarmee je naar beneden kan springen en in de lucht drijven. Ja. Heb ik wel eens gezien in dat ging ook niet. Altijd goed. Ik denk dat ze gewoon een deltavlieger in elkaar hebben geknutseld. Toch? Nou, het was niet eens zo'n gek idee. Je zit er wel met een probleem natuurlijk. Hè? Welke dan? Nou, stel dat we hier een groot vliegtuig bouwen. Oh. Waar we met z'n vieren in kunnen bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Oh, doe pas hier niet uit. Hoe krijg je hem buiten? Hoe krijg je zo'n ding buiten? Ja, ja, moet je eerst een raketje bouwen. Het is... Bam! Toch proberen ze. Oh ja. Ik heb het geveld. Boom. Dat ziet eruit alsof het niet helemaal goed gaat. De meeste van jullie weten waarschijnlijk hoe dit afloopt natuurlijk. Ja, neergestorven. Nee, in de volgende scène zien we hem opeens uit die boom omhoog duiken en dan vliegen ze naar Afrika. Daar zijn benzine op. Daar zeggen ze, het goed nieuws is slecht nieuws. Het goed is, nieuws is, we gaan landen. Het slechte nieuws is, het wordt een noodlanding. Daar heeft iemand de film heel goed bekeken inderdaad. Ja, dat gaat niet helemaal goed. Ja, zeg. Het
taalpaard ligt, dan... wat hebben jullie met het vliegtuig gedaan? Ja, die ligt te slapen terwijl ze op neerstorten zijn. Ja, dan is het alleen nog maar wat vreemd. En die giraf die zit in zo'n zakje te ademen als ze al vonden. Ja. Maar, iets serieuzer, is het echt mogelijk? Ja, het is een keer gebeurd. De Tweede Wereldoorlog, wie weet wanneer het ongeveer was? Nee. Zo, dat zijn flink wat handen. Doe ik het. Daar, met de blonde haar en het rode shirt. 1945. De Tweede Wereldoorlog stopt in 1945 en in de 5 jaar daarvoor is dus die oorlog een enorme oorlog. Wie weet ongeveer wie erin meevoegt? Dat hoeft niet heel nauwkeurig. Doet Nederland mee? Ja. Ja? Nou, ze wilden niet meedoen. Liever niet, maar ze hadden geen keuze. Ze werden wel aangevallen door Duitsland. Door Duitsland, hè dus. Nou, je hebt dus Nederland, Engeland, Amerika, Frankrijk tegen Duitsland bijvoorbeeld. Nou, wat gebeurt er nou als je met een vliegtuig, een bommenwerper of zo, boven Duitsland vliegt en het vliegtuig wordt neergeschoten? Dat hebben we met die pinguïns gezien, dan stort je neer. Als je met een parachute eruit springt, dan word je vervangen genomen. En de Duitsers sluiten je dan op. Nou, wat gebeurde er nou? Er waren een aantal van die piloten, die bleven iedere keer maar weer proberen te ontsnappen. Toen zeiden die Duitsers, nu zijn we het zat. En dan hebben ze een kasteel leeggeruimd, kasteel Kolditz. Dat is een heel beroemd kasteel. Kolditz heet dat, C-O-L-D-I-T-Z. Ja, de naam mag je ook vergeten hoor. Maar dat staat bovenop een berg, zoals je ziet. En daar stroomt dan zo'n ijskoude rivier omheen. En dat werd heel streng bewaakt en het idee was, daar kom je nooit uit. Maar wat gebeurt er nou als je piloten gaat opsluiten in een gevangenis? Die mensen hebben verstand van vliegtuigen. Dus wat gingen ze doen op zolder? Die bouwden een zweefvliegtuig. En waar had ik het nou net over? Als we hier een groot vliegtuig houden, dit is een echte foto. Ja? Hoe komen we eruit? Ja, want je ziet hoeveel die ramen zijn. Nou, daar zijn ze nooit achter gekomen. Die piloten hadden wel wat vliegtuigen gebouwd, maar ze hebben nooit precies kunnen voorzien hoe ze dat ding naar buiten kregen. En toen was op een gegeven moment de oorlog afgelopen. Dus toen hoefde het ook niet meer. Toen werd pas dat vliegtuig teruggevonden. Daar heeft iemand een fotootje van gemaakt. Maar het is dus een beetje een raar verhaal. Maar kijk, dat kasteel dat stond lekker hoog op een berg. Dus ze hadden op zich een zweefvliegtuig. Dat is natuurlijk, net zoals die pinguïns, een stuk naar beneden kunnen storten. Dan heb je genoeg snelheid en dan kun je een eindje wegvliegen. Zit je nog steeds in Duitsland, maar je bent uit het kasteel. Ja, die lui waren dus altijd in dat kasteel Kolditz, waren dus de mensen die de meest originele ideeën verzonnen om voortdurend te ontsnappen. En dus werden ze daar in opgesloten. En dan komen ze dus met zoiets. Dus ja, je kunt zelfs een vliegtuig bouwen op zonde. Nou, jullie weten nog hoe het verhaal heette, hè? Hoe heette deze ene les, deze dit college? Ja, zo heet het gebouw. Kun je ontsnappen met lakens? Ja, kun je ontsnappen met aan elkaar gemelde lakens? Nou, ik denk het wel. Ontsnappen sowieso is mogelijk. Je moet er moeite voor doen, hè? Dat hebben we gezien. Het kan met lakens, dan moet je flink wat lakens in. Ja. Je kan tralies doorzagen. Daar heb je behoorlijk wat tijd voor nodig. Maar heb je ook weer lakens voor nodig? Als je bovenin zit, inderdaad, je moet veilig naar beneden, dus je hebt lakens nodig of een ladder. Dus het is leuk als iemand buiten de muur je helpt. En je kan ook ontsnappen als je veel geld hebt. Omkopen. Dan kun je mensen omkopen. Dus het is allemaal mogelijk, maar niet makkelijk. En als het goed is, leren de cipiers iedere keer weer opnieuw. Ja. Kan je niet ook gewoon de straf omkopen als je eruit bent? De straf, de beul. Dat je niet hoeft uit te zitten? Nou, dat kwam natuurlijk wel eens voor. Je kon wel eens een keer je straf afkopen. Ja, dat wordt hier gevraagd. Lever je flink wat geld in en dan kan je van je straf. Dat is eigenlijk ook een soort van straf, hè? Dat is een boete. Dus het kan wel, misschien. Ja. Ja, ik heb ook een keer op tv heb ik een paar mensen gezien en die hebben toen gewoon bij heel gevangenis was ik gewoon helemaal overgenomen. Dan konden ze gewoon eruit vluchten met een auto. Ja, als al die gevangenen samenwerken, met z'n hoeveel zijn we hier? 25. Nou, er werkte hier eigenlijk maar één cipier
één bewaker en die had een paar bedienden. Dus misschien dat ze met z'n vieren waren. Dan zijn jullie met z'n 25 of 26 of 27. Nou. Maar moet je straks opletten als we straks weer door die gang naar buiten lopen. Kijk, deze deur is vrij groot, hè? Ja. Het celletje waar je straks langs loopt, daar is de deur zo hoog en zo breed. En trouwens zo diep. Dus als die cipier die deur open doet, dan kunnen die 25 mensen die daarin zitten, of 15 mensen, wat je dat niet. 15 mensen die erin zitten, nooit tegelijkertijd op die cipier afrennen. Daar was aan gedacht. Die deurtjes waren klein, niet omdat mensen nou altijd zo kleiner waren dan tegenwoordig. Dat is, dat is om te zorgen dat niet iedereen tegelijkertijd op die cipier af kan rennen. Dan moet ze één voor één. Ja, dat kan niet waar. Want dan klapt hij gewoon heel snel die deur, maar die heeft grendel erop plak. En dan hebben we het nu over allerlei ontsnappingspogingen gehad die gelukt zijn. Ja, maar er zijn ook die niet gelukt zijn. Nee. Alleen daar is nooit zo heel veel over bekend geworden. Kan iemand van jullie verzinnen waarom je daar nooit zo heel veel over leert? Ja? Omdat je dat misschien het idee kan brengen als je zelf een keer. Ja, misschien dat mensen daardoor het idee verbeteren inderdaad en op een andere manier proberen. Ja? We wissen de sporen uit. Ja, maar stel dat ik ontdekt word terwijl ik aan het ontsnappen ben. Ik heb de tralies al doorgezaagd. Ik hang aan die aan elkaar geknoopte lakens en beneden staat die bewaker klaar totdat ik op de grond ben en die grijpt me in mijn kraag en zet me netjes terug in de cel. Waarom zou je daar niet veel over lezen? Omdat dat toch niet te voorzien heeft. Ja, maar, wat denk jij? Omdat de gevangenen dan nooit vrij zijn gekomen en dus ook nooit een verslag over konden uitkomen. Ja, degene die erover schrijft, die maakt geschiedenis, die maakt het verhaal. En die gevangene die dus bij zijn kraag gegrepen wordt en weer teruggezet wordt in zijn cel, die gaat hier niet zitten schrijven. Die kan dus ook het verhaal niet nog een keer navertellen. En de cipier, wat doet die? Die houdt zijn mond dicht. Want anders moet die cipier uitleggen dat ik dus al zo ver gekomen ben, dat hij al een hele nacht niet heeft lopen opletten. Terwijl ik met die tralies bezig was. Want dat had hij natuurlijk moeten merken. Er zijn uitzonderingen. Er is wel eens een keertje iemand geweest. Het was een Engelsman. In 1627. Maurits Gardiner heette die. Die zat in deze cel. En die had een paar vriendinnetjes. En die kwamen hem ze nu al opzoeken. En die hadden natuurlijk van die grote jurken aan. Hè? Ja. En een van die vriendinnetjes. Die had. Let op. Drie. Boren, twee breekijzers, een beitel en een stuk touw naar binnen gesmokt. Dat had niemand gemerkt. Oh, zo hé. Zo, nou, zij is goed. Nou moet je je trouwens afvragen wat die ene kerel met twee van dit soort dingen moet en drie boren en een beitel en een touw. Ik kan er maar één tegelijk gebruiken, maar toch. Jij wilde iets vragen, blauwe jas. Nee. Wat ik, ja, daar komt hij. Zij had drie boren, twee breekijzers, dus twee koevoeten, een beitel en een touw naar binnen gesmolten. Dat is allemaal ergens onder die rok gezeten. En wat een vraag. Bobje. Je ziet het voor je, hè? Weet je waarom het nou fout ging? Er kwam nog een vriendin van hem langs en die had ook nog een breekijzer bij zich. En dat viel op de grond en toen werd het ontdekt. Toen zijn ze die hele cel eens een keertje gaan bekijken en bleek die alle spul verstopt te hebben. Maar wat moet je in vredesnaam met die brekers? Maar dat was heel lief bedoeld van die dame, die wilde hem graag vrijen. Dit was zo'n raar geval dat die cipier daar wel iets over geschreven heeft. Maar dat afgesproken hoor je daar dus niet. De man heette Maurits Gardiner. G-A-R-D-I-N-E-R. Moet je op de spelling niet zo heel erg letten, want in die tijd spelde iedereen zijn eigen naam op een andere manier. Dus Maurits. Ja, dat is een bekende naam. Ja, maar. Gardiner. G-A-R-D-I-N-E-R. Dus dan ging het ook nog eens een enkele keer mis. Ja,
In het begin had u het over belangrijke gevangenen. Maar wat bedoelt u ermee? Ja. Goeie vraag. Wat bedoelde ik eigenlijk met belangrijke gevangenen? Dat ging toen ik had het toen over het Hof van Holland, die hoogste rechtbank. Nou, stel, jij loopt in een klein dorpje in Holland ergens rond en je steelt af. En je bent gewoon iemand zonder een vaste baan of zo, niemand kent je. Dan ga je gewoon in dat dorpje, in de cel, dan word je in dat dorpje voor de rechter gesleept en in dat dorpje gestraft. Stel je bent een hoge edelman. En jij doet iets in dat kleine dorpje wat niet mag. Dan heb jij het recht om hier in Den Haag voor de rechter te komen. Dan kom je bij een heel andere rechtbank. En daar zitten mensen, misschien ook edellieden zijn, een beetje jouw vrienden misschien wel. Dat zijn de belangrijke gevangenen, de hoge mensen. Ook andere mensen hoor, ook weduwen en wezen bijvoorbeeld werden hier berecht. Allerlei mensen die een speciale groep vormden. En dat waren er ook niet zoveel, dus aan die twee celletjes hadden ze in principe genoeg. Toen ze ook arme mensen gingen opsluiten, ja, dan hadden ze opeens die extra cellen nodig. Nou, ik zie een beetje aan het einde van mijn verhaal, maar jullie hebben misschien nog wel vragen. Kijk, als je helemaal succesvol ontsnapt bent, dan lig je dus mooi aan een kruisje ergens. Om een fijn filmpje te beginnen nu, waarbij ze aan het zwaaien zijn, dat werkt natuurlijk niet. 5 minuten. Dus, ik sta nog open voor vragen. Ja? Hoe kwamen ze dan aan het materiaal? Hebben ze gesloopt uit, dat is een goede vraag, hoe kwamen ze eigenlijk aan dat materiaal voor het vliegtuig? Wat hebben ze gesloopt uit de rest van het kasteel? Er zitten, net als hier, zitten hier en daar wel wat hout. En dan moet je wel voorzichtig zijn dat niet opvalt. Maar er zaten zoveel kamertjes, daar kon je wel hier en daar wat hout wegslopen. Goeie vraag. Maar mochten ze dus door dat hele kasteel rondlopen, alleen niet weg? Nee, ze mochten eigenlijk niet door dat hele kasteel lopen. Eigenlijk mochten ze ook niet op zolder komen. Maar er zaten zoveel mensen in dat kasteel, dat kon ook niet helemaal goed gecontroleerd worden. En ze hadden wel wat ruimtes waar ze zelf doorheen mochten lopen. En dus ja, op een gegeven moment zie je even niet dat er een je ziet naar zolder klimt. Ja, dan. Wil je een handtekening tekenen? Oh ja, natuurlijk. Doen we straks aan het einde eventjes. Met dat blauwe jasje, ja? Nou, als we niet op zolder zouden mogen komen... en ze zouden dan dat spul van zolder af, dan kon ze toch gelijk een groot gat maken in de zoldermuur om te ontsnappen gelijk. Als je toch aan het klussen bent op zolder, kun je dan niet meteen een gat maken? Ja, maar dan loop je het risico dat iemand dat van buitenaf ziet als er opeens een groot gat in de muur ontstaat. Dat zie je niet iedere dag, want je moet omhoog kijken, maar als je dat eenmaal ziet, dan heb je een probleem. Met de rode jas achterin. Wat waren die twee buizen en die korte plankjes met dat ijzer doorheen ook kort doen? Die twee buizen? Oh, die twee gaten die daar zitten. Ja, was dat ook een ontsnappingsbalk? Nee, dat is later hier ingezet. Ongeveer 30 jaar geleden was dit een kantoortje. Oh. Een kantoortje van de Rijksslotvoogd. Dat was iemand die beheerde dit gebouw, maar ook kasteel Loevestein, het Muiderslot en nog een paar kastelen. En die had hier een kantoortje en die had het hier koud in de winter. Dus die heeft daar een kacheltje gemaakt en daar ging de rook naar buiten. Ja. Nou, in welk jaar bestond er nog geen van de oorlog? Het is gebouwd in 1370. En pas in 1420 wordt het gevangenis. Dus het is ongeveer 50 jaar lang alleen maar poorten.